Mag ik u even voorstellen, dames en heren? Dit is John Helstone, 24 jaar oud, violist. Afgestudeerd aan het Amsterdams Conservatorium en in het bezit van zijn solistendiploma. En ook nog van de Prix d'Excellence, oftewel de prijs van uitnemendheid. En dat noem ik dan zo allemaal maar even langs mijn neus weg, maar dat is echt wel wat. Voordat ik zo dadelijk met John Helstone ga praten, gaat hij eerst wat voor u spelen. Hij gaat spelen het eerste deel van de rhapsodie voor viool en piano van Béla Bartók. Hij wordt daarbij begeleid door zijn vaste begeleider Antoine Omen. Ja, dat was dan een fragment uit de eerste rhapsodie voor viool en piano van Béla Bartók. Als opening van een programma met
en rond John Helstone. John Helstone is inmiddels naast mij komen zitten en we gaan nu even wat met hem praten. Meneer Helstone, als ik u zo hoor en zie musiceren, dan rijst bij mij altijd de vraag, hoe bereik je nou toch zoiets? Want ik begrijp natuurlijk dat er talent nodig is, maar wat is er nog meer nodig? Ik geloof dat voor vioolspelen dat absoluut een harde dagelijkse training en studie vereist is. Zeker om een bepaald niveau te willen bereiken. Hè? Een dagelijkse studie, zegt u. Mm-hmm. En hoe lang per dag? Dat is voor iedereen verschillend. Maar in het algemeen geloof ik dat het rond de 5 uur wel minimaal is. Minimaal? Geloof ik wel, ja. Dus het is heel algemeen gesteld. Hè? Het is voor iedereen verschillend. Dus toekomstige violisten die denken met een uurtje studeren per dag te kunnen komen, die zijn wel aan het verkeerde adres. Ja. Misschien dat ze er zijn, maar ik heb er heel weinig van gehoord. Ja. Ik heb met Kogan gesproken, dat is een Russische violist, en die gaf me de raad om 8 uur te studeren per dag. 8 uur? Ja, dat is. En doet u dat nou ook? Dat doe ik heel zelden. Ik doe meestal zo om en bij de 6 uur. Nou zijn we dus eigenlijk, hebben we een stukje muziek van u gehoord, maar ik zou zo vreselijk graag willen weten hoe het allemaal begonnen was. Hoe oud was u toen u voor het eerst een viool in handen kreeg en hoe is het verder gegaan? Ik ben begonnen met vioolspelen toen ik 8 jaar was. En ik kreeg les van iemand die kwam uit Shanghai. En dat was iemand die heel goed eigenlijk kinderen les kon geven. Ik heb erg plezierig altijd gevonden om viool te spelen. In die tijd, het was gewoon een spelletje voor mij. 8 jaar? En toen was ik 8 jaar. Maar u hebt eerst nog iets anders gespeeld? Ik heb mandoline gespeeld daarvoor. Dat wilde niet zo goed lukken. Dat ging niet zo best. Houdt u niet van mandoline of is dat een andere kwestie? Ik weet eigenlijk niet precies waar het aan gelegen heeft, maar ik hou er wel van, ja. Niet zoveel als van de viool natuurlijk, maar het ging niet. Nee. Het ging niet op dat. En toen zag u uw broer, die zag u viool spelen. Ja. Mijn broer had dus vioolles, in dezelfde tijd dat ik mandoline les had. En ik luisterde altijd als hij speelde en ik raakte steeds meer geïnteresseerd in de viool. En toen heeft eigenlijk de leraar van mijn broer besloten om het met mij ook eens te proberen, omdat hij dus zag dat ik wel belangstelling had. En ja, we hebben een foto van u als jongeling, mag ik zeggen, op de viool. Deze. Hoe oud was u toen? Ja, dat was 15 jaar. Toen was u 15 jaar. Kort voordat ik naar Nederland kwam. Ja, dat is dus al een stuk later eigenlijk. Maar en voor die tijd heb u gespeeld in het jeugdorkest onder leiding van Eddie Wessels. Vele van de mensen in Suriname wel bekend, neem ik aan. Ja, hier staat Harry Haakman. Die was toen de dirigent. Oh, die was toen de dirigent. Eddie Wessels is later geworden. Ja, en u zit op de eerste stoel. Ja, ik zit daar links van. Concertmeester. Ja. Enorm. Hoe oud was u toen? Hoe oud was ik daar? Ik denk een jaar of 11 geweest zijn. Ja. 11 jaar en concertmeester in het jeugdorkest. Ja. Het is verder gegaan. U hebt een studiebeurs gekregen en u bent in Amsterdam terechtgekomen op het conservatorium. Het conservatorium, daar kunnen we heel lang over praten natuurlijk. Maar het is zo dat u daar les hebt gehad van Jo Juda. Ja. Die heeft u ook eigenlijk ontdekt in Suriname. Hier zien we een foto waar u met een paar medestudenten in Amsterdam aan het studeren bent, neem ik aan. Ja, ja. Dat zijn mensen uit de orkestklas. Ja. Tijdens uw studie aan dat conservatorium, u bent, meen ik, begonnen in 1960, klopt dat? Ja, 60. 1960. Ja. Hebt u verschillende concerten en recitals gegeven in het kader van de uitwisseling met andere conservatoria. Ja. Waar bent u zoal geweest in Europa? Voor die uitwisselingsconcerten ben ik geweest naar België. In Brussel en in Antwerpen heb ik toen gespeeld. Ja. En ik ben ook geweest daarna in Parijs. In Londen hebben we gespeeld. En in München en in Keulen, dat zijn zo de plaatsen waar we dus voor de uitwisseling geweest zijn. Ja, ja. En u bent ook in Spanje geweest? Spanje ben ik ook, ja. Want daar hebben we ook een foto van. Ja. Dit was een recital dat u daar gegeven hebt? Dat was dus
ik was dus een van de mensen die daar speelde in, op dat... Oh, er waren er meer. Er waren meer leerlingen, ja, dus die speelden. Ja, ja, ja. Juist. Ja, nadat u uw einddiploma hebt gehaald, dat was in 1965, dan ben je dus bevoegd, neem ik aan, om orkestviolist te worden. Ja. Ja? Maar u gaat natuurlijk verder, u hebt uw solistendiploma. En, maar u hebt in die tijd, na 1965, een tournee gemaakt door de Antillen, Suriname en de Verenigde Staten. Daar hebben we ook een aantal foto's van. En misschien kunt u daar even wat toelichting bij geven. Hier is de eerste foto. Oh, dat is in Curaçao. Dat is het restaurant bij het vliegveld in Curaçao. Ja. En naast mij zit Geza Fried, de pianist die mij op die reis begeleid heeft. Waar heeft u opgetreden in Curaçao? Ik heb, ik meen, 3 keer gespeeld. Ik weet nog niet meer precies waar het was. Ik heb eerst voor de jeugd een schoolconcert gegeven. Ja. En de volgende avond heb ik in Negropont een recital gegeven. Oh ja. Ja, en dan zien we dus een aantal foto's uit New York waar dat u is, geweest bent. Dat is New York. Dat is in de Judson Hall. Judson Hall. Ja. Ja. Daar hebben wij een recital gegeven. U ziet Geza Fried aan de piano zitten. En iemand die de bladzijde omslaat. Ja. Ja. En hier? Dat is ook, dat is van hetzelfde concert. Hetzelfde concert. Ja. En dan bij de volgende foto zien we een groot aantal leuke mensen bij elkaar op de foto staan. Ja, ja, ja. Dat links van mij staat Eddie Wessels. Dat is dus iemand die u eigenlijk wel een... In Suriname zeker bekend. Een grote... Die is, nou, kunnen zeggen, lange tijd, jarenlang de motor geweest van het muziekleven in Suriname. Ja. En hij zit op het ogenblik in New York. Rechts van mij staat Geza Fried. Ja. En naast hem Max Stak. Max Stak? Ja. Ach ja. Ja, die is ook overleden nu. Ja. Ja. Heeft u uw einddiploma gehaald en u heeft uw solistexamen gehaald. En u heeft zelfs ook de Prix d'Excellence, de prijs van uitnemendheid, gehaald. Ik heb dat in de inleiding van dit programma al gezegd. Maar nou is het vaak gewoonte dat violisten die zover komen, dat die gaan studeren bij grote namen in de violistenwereld. U bent nog niet zo erg lang geleden geweest bij de beroemde violist Leonid Kogan op een zogenaamde meestercursus. Wat is nou een meestercursus? Wat doe je er en hoe gaat dat er toe? Ja, die cursus van Kogan, dat was in Joegoslavië. En het is in de eerste plaats een geweldige ervaring om van zo'n grote vent les te krijgen, ja, en hem dichtbij te hebben en hem te zien spelen. Ja. Want alles wat je dan meebrengt, dat kan je natuurlijk voorspelen. Die mensen hebben een enorm repertoire en een geweldige paratentechniek. Dus dat is geweldig. Dat is in de eerste plaats dus om zo'n grote speler. En verder kom je in contact met andere jonge violisten. Wat ook erg belangrijk is, je ziet dat ze heel anders spelen, ze hebben andere scholen en andere ideeën over viool spelen, over muziek en alles. Dus het is, ik geloof, het is erg nuttig om dit soort dingen te doen. Ja, u hebt verteld dat u allemaal wat voorbereid had en dat dat een beetje anders gelopen is. Ja, het was dus de bedoeling dat de vioolconcerten, de geëikte vioolconcerten, behandeld zouden worden. Dus Beethoven, Mozart, Brahms, Tchaikovsky enzovoort enzovoort. En iedereen had dus het zijne voorbereid wat hij dan op zijn repertoire had. Maar toen wij daar aankwamen en we wilden spelen, heeft Kogan de hele boel weggeveegd en heeft ons allemaal toonladders laten spelen. Hè. Dat is dus de basis van de viooltechniek, dus wat links betreft. Hè. Ja. En dat heeft een hele opschudding teweeg gebracht ineens, want iedereen was ineens in de war. Maar het was heel fijn. Een fijne ervaring. Ja, fijn, ja. Ja, hier hebben we op de foto zo'n afbeelding van de klas waar u hebt gezeten. Ja. U staat helemaal rechts in beeld. Ja, uiterst rechts. Ja. Uiterst rechts. Naast mij, dat is ook leuk, daar staat Evert Derks. Dat is ook een jong violist uit Suriname. Ja. Eveneens een leerling van Juda. En de tweede van links in het donkerpak, dat is Kogan. Ja, die zit nu net, verdwijnt hij net uit het beeld. Die is dus uiterst links. Ja, nu. Daar komt hij weer terug. Ja. Die zit naast hem, dat is ook aardig, dat is zijn vrouw. En dat is ook een geweldige violiste. Die heeft zelfs in Brussel, op het internationale vioolconcours, dat is al een hele tijd geleden, heeft zij ook een prijs behaald. Dus, ja. Het zijn allebei enorme violisten.
Dat was dus Joegoslavië. Ja. Nou, wil ik iets vragen over de muziek zelf, meneer Halston. Als violist kun je op verschillende paden begeven. Ik heb daarnet al gezegd, je kunt dus orkestviolist worden. Dat wil dus zeggen dat je in een zee van violisten in het orkest terechtkomt. Je kunt ook solo-violist gaan worden en wel op twee mogelijkheden. Je kunt recitals gaan geven met piano, zoals we vandaag gezien hebben en nog zullen zien. En je kunt ook violist worden in een kamermuziekensemble. Ik denk aan een strijkkwartet. Waar gaat nou uw voorkeur naar uit? Wat wilt u gaan doen? Ik vind persoonlijk het plezierigste kamermuziek. In de eerste plaats strijkkwartet. Waarom? Nou, om twee redenen eigenlijk. Ik vind het geweldig om met strijkers samen te werken. Ik vind de klankcombinatie van een strijkkwartet vind ik geweldig. Dat vind ik prachtig. En je bent dus vrijer. Je kunt meer individuele acties ontplooien. Ja. Dan in een orkest bijvoorbeeld. Maar wat ik dus daarnaast ook erg plezierig vind, dat is solo spelen met orkest. Dat vind ik ook heerlijk. Dat zijn dus twee dingen. Dat is wat ik eigenlijk zou willen noemen het grote werk, hè? Solo violist. Grote symfonieconcert eigenlijk. Ja. Nou heeft u dus twee richtingen aangegeven. Bent u nou niet bang dat je daardoor de krachten een beetje versnippert als je twee richtingen opgaat? Ja. Het is natuurlijk, als je allebei erg goed wil doen, is het inderdaad moeilijk om het om dat klaar te spelen. Ik weet dus ook niet hoe ik dat zal doen, maar ik wil toch absoluut allebei wel. U wilt allebei. Nou, ik wens u veel plezier en succes. Bent u eerzuchtig? Ja, wel een beetje. Ja, ja. Ja. En wat vindt u nou van die heel erge moderne avant-garde muziek? Ja. Misschien mag ik dat even nader toelichten. Ik ben altijd geneigd om te denken, is het nou allemaal wel eerlijk wat er gebeurt? Nou, ik ben ervan overtuigd dat het eerlijk is. Natuurlijk zijn er ook bij die er eigenlijk niet bij horen. En het is vaak moeilijk om dat het kaf van het koren te scheiden. Maar dat het in principe zo oneerlijk zou zijn, nee. Ik ken mensen persoonlijk uit die richting, jonge muzici waar ik mee gespeeld heb en die ik heb ontmoet op conservatorium, die heel sterk voor zijn voor die avant-garde, voor in dit geval de seriële muziek. En dat zijn toch volkomen integere mensen. Maar ik zelf persoonlijk moet zeggen dat ik me dit dus niet voor 100% in thuis voel, zeker niet zoals ik met thuisvoel in de muziek daarvoor, hè? Dus de tonale muziek. Zoals in wat we nu van Bartok gehoord hebben. Bijvoorbeeld, ja. Ja, ja. U treedt nu voor de televisie op, meneer Halston, zonder publiek. Ik kan me voorstellen dat dat op een of andere manier een grotere druk geeft dan wanneer je met publiek speelt. Ik weet niet of dat waar is. Wat betekent voor u het publiek? Ik geloof het publiek is voor mij erg belangrijk. Je moet altijd rekening houden volgens mij met het publiek, omdat je eigenlijk min of meer een verantwoordelijkheid hebt tegenover het publiek. Je staat echt tussen de muziek aan de ene kant, hè, ja, en het publiek aan de andere kant. En als je dus faalt, dan heb je niet alleen tegenover de muziek of de componist die het stuk geschreven heeft gefaald, maar je hebt ook verzuimd om het over te brengen, om de mensen te laten zien, dit is een stuk dat de moeite waard is. Hè? Ja. Dus ik geloof dat het publiek is altijd erg belangrijk. Ja, het is een wisselwerking die... Ja, het publiek bepaalt ook altijd de omstandigheden tijdens het concert en de algehele sfeer. Doet u wel eens concessies? Ik kan me voorstellen dat het publiek graag bijvoorbeeld de bekende wals, het is nou niet speciaal voor viool, de Schöne Blauwe Donau willen horen. Zegt u dan nou, ze willen het vreselijk graag horen, dan doe ik het maar. Als ze het graag willen horen, zou ik het zeker doen. Maar het zou niet zo moeten zijn dat je alleen speelt wat ze willen horen. Dat het publiek wil horen. Als je een overtuiging hebt over bepaalde muziek, dat het waardevol is en dat je denkt, dit wil ik vertellen, dan geloof ik dat je dat zeker moet doen. Ja. U ziet het dus als een soort taak om als muzikus
het publiek kennis te laten nemen van alle soorten muziek. Absoluut. Ja. Maar je moet er dus om te beginnen zelf achter staan. Daar moet je van uitgaan. Ja, allicht. Nou, heb ik gehoord, in artikelen heb ik dat gelezen bovendien ook, dat u een apart zwak hebt voor de beroemde vioolvirtuoos en ook schrijver van vioolmuziek, Paganini. Ja. Dat is natuurlijk begrijpelijk als violist. Maar ik zou u een vraag willen stellen die hierop neerkomt. Als je nou Paganini, met zijn techniek van 130 jaar geleden, als je Paganini nu zou overplaatsen in de tijd van vandaag, zou het dan ook zo'n legendarische figuur geworden zijn? Ja, dat is een moeilijke vraag. Zoals hij toen gespeeld had, of dat nu nog indruk gemaakt zou hebben. Dat is een vraag waar ik dus niet op kan antwoorden. Maar waar ik van overtuigd ben, is dat in welke tijd Paganini ook geleefd zou hebben, dat hij, het was een geniale vent. Hij zou in iedere tijd, geloof ik, opschudding veroorzaakt hebben. Oh, daar bent u wel van overtuigd? Ja, ben ik echt van overtuigd. Het baanbrekende werk in de viooltechniek, wat hij dus verricht heeft, is enorm. Dat je steeds weer versteld van als je speelt wat hij geschreven heeft. Hè? Ja, het is natuurlijk een ideaal schrijver voor vioolmuziek. Ja, wat niet wegneemt dat de viooltechniek wel vooruit is gegaan. Eigenlijk wat ik horen wilde. Ja. De techniek is vooruit gegaan. Zou het nou niet zo zijn dat hij nu gewoon Paganini weggezonken zou zijn? Het is natuurlijk hypothetisch, maar weggezonken zou zijn in de middelmaat van violisten. Nee, dat geloof ik niet. Dat geloof ik absoluut niet. Nee. Maar als je het gemiddelde neemt van die tijd en dat vergelijkt met het gemiddelde van nu, dan is het waarschijnlijk dat het pijl nu hoger is. Ja. Het gemiddelde. Ja. Ik wil nou tenslotte, voordat u nog wat gaat spelen, nog even iets over die viool vragen. Wat is het voor een viool, welk merk, als ik dat tenminste mag zeggen, want ik ben altijd geneigd om er heel eerbiedig over te praten. Wat is het voor een viool en wat is die bijvoorbeeld waard? Ja, dit is een hele mooie viool. Dit is een viool van Nicola Galliano. En dat is een zoon van Alessandro, een vioolbouwersfamilie. Ja. Er waren er 20 in die familie die violen maakten. En hoe oud is die? Hij is gemaakt in 1739. 1739, ja. Daar kun je toch wel even eerbiedig over zijn, dacht ik. Ja. Wat is die waard? Hij heeft gekost 13.500 gulden, Nederlandse gulden. 13.500 gulden. Ja. En geld is bij hem gebracht door middel van acties die door mensen uit het culturele leven in Suriname gevoerd zijn. Ja. Voor een gedeelte. En voor de rest door de Stukusa. Ze kunnen dus nu, mensen in Suriname die daaraan hebben bijgedragen, het resultaat hebben ze al gedeeltelijk gezien en gaan ze over enkele ogenblikken. Ja, dat was heel fijn. Dat was spontaan hebben ze zich er eigenlijk voor ingezet. Ja. Nou wil ik tenslotte nog even praten over uw toekomst. Want de toekomst is natuurlijk altijd erg belangrijk voor een jong violist. U hebt voorgespeeld voor niemand minder dan David Oistrakh. Hoe is dat gegaan? Ja, het was zo. Wij hebben Oistrakh geschreven. Dat wil zeggen, mijn leraar Jo Juda heeft hem geschreven. En wij kregen een tijd later antwoord terug uit Moskou dat hij zou in Londen zijn een bepaalde tijd en hij zou mij wel willen horen. Toen ben ik met de directeur van het Amsterdamse Conservatorium samen naar Londen geweest, speciaal om mij voor te spelen. We hebben 3 solosonates heb ik meegenomen, Bach, Bartok en Isaïe. En ik moet zeggen, ik was erg onder de indruk ook van de persoon. Ik ben altijd onder de indruk geweest van het spel van die man. Maar het was dus een geweldige, natuurlijke manier van optreden had hij. En nou, het was heel plezierig. Ik heb Bartok voor hem gespeeld en hij wou toen nog wat Bach horen. En hij wou Isaïe horen, dat hij zelf net op de plaat opgenomen. Ja. En daar is wat uit de voorschijn gekomen. Hij was dus wel bereid, zei hij, om mij als leerling aan te nemen. En nou, ik hoop dat het ooit eens doorgaat. Ik hoop dat het snel door kan gaan, want ik zou het geweldig vinden om van hem dus les te kunnen krijgen. Meneer Halstoom, ik wens u ontzettend veel succes bij die lessen van David Oistrakh. En we hopen voor u
dat uw allergrootste wens, ontzettend goed viool spelen, snel in vervulling mag gaan. Okay. Dames en heren, en dan nu tot slot van dit programma, krijgt u te horen van John Helstone het preludium en allegro van Fritz Kreisler, ook weer met begeleiding van zijn vaste begeleider Antoine Omen. Thank you.